Ja, we waren samen in Zurich. En wat gebeurde er nou? Die Jody Koenis had via internet een hotel gezocht. Waren we in Zurich. Bleek het ongeveer 30 kilometer van de stad af te zijn. Dus dat was niet zo'n goed idee, dus hadden we een ander hotel genomen. Relax weer, gingen we daar wat drinken. En van het een kwam het ander, die man ging ineens zijn app aan. Toen ging hij grinden.